Meer dan 40.000 gebouwen in Utrecht hebben geen cv-ketel, maar worden verwarmd met stadsverwarming. Op een paar centrale plekken wordt heet water gemaakt en via een stelsel van buizen gaat dat water naar de huizen, kantoren, winkelcentra en zwembaden. Deze film gaat over mensen die problemen hebben met de stadsverwarming. Ze vinden het te duur of zijn ontevreden omdat ze verplicht zijn het af te nemen. Ook zijn er mensen die hun huis duurzamer willen maken, bijvoorbeeld met warmtepompen, en dan ontdekken dat het laten afsluiten van de stadsverwarming extreem veel geld kost. Bart van den Heuvel woont in Leidse Rijn en heeft hier ervaring mee. Nou, het is eigenlijk een beetje 3-4 jaar geleden begonnen. Toen ben ik gaan kijken hoe kan ik het huis verduurzamen waar we nu wonen. En dat is begonnen met zonnepanelen. Die liggen inmiddels 3 jaar op het dak. En daarmee hebben we de elektrarekening eigenlijk verduurzaamd. Maar dan blijft er toch wel een substantiële energierekening over. En dat blijkt warmte te zijn. Eigenlijk 2/3 van de energierekening is vaak warmte gerelateerd. Zij het gas of stadsverwarming. Nou, en dan ga je daar toch eens mee aan de slag van, goh, kan dat toch niet anders? Hè? Je weet eigenlijk wel, ik zit aan stadsverwarming vast en je kunt niet wisselen. Maar toch heeft me dat, de hoogte van de rekening en het feit dat eigenlijk de laatste 7 jaar die kosten alleen al van vastrecht, dus zonder warmte te hebben gebruikt, met 26, meer dan 26% zijn gestegen. Ja, dat motiveert toch wel om het verder te gaan uitzoeken. En zo ben ik eigenlijk met Eneco gaan communiceren om te kijken, goh, hoe zou dat dan werken? Nou ja, dat is een best wel ongewoon traject, merk je. Ze zijn er niet goed op ingespeeld. Dus het duurt lang, maar uiteindelijk kreeg ik een offerte. Die had ik niet verwacht. Ik had gewoon gedacht, oké, dan kan ik er vanaf. Maar dan krijg je een offerte en dan rekenen ze opeens meer dan 3500 euro om die aansluiting te verwijderen. En daar ben ik wel even van geschrokken. Pascal de Vries woont aan de Naxos-Streef in Overvecht en vindt dat de stadsverwarming goed werkt. Hij vindt het systeem wel prijzig. Als ik ze allebei openzet, dan kan ik eigenlijk ook alle deuren openlaten en dan is het hele, huis al goed genoeg verwarmd in mijn optiek. Mijn vriendin denkt daar anders over, want die wil graag ook op een warme slaapkamer slapen. Maar goed, ja, het is behelpen en ik probeer een beetje zuinig te stoken. Dus niet altijd overal alle radiatoren open te hebben staan, want dan stook je eigenlijk voor de vogeltjes. Gebruikers van stadsverwarming hebben erg weinig invloed. Ook is het de vraag of stadsverwarming geschikt is om de stad echt duurzaam te maken. Paul van Zeters vindt dat niet alleen steden en Eneco, maar ook burgers en gebruikers van de stadsverwarming moeten meepraten over de toekomst van de stadsverwarming. De warmtegroep is een groep van betrokken burgers bij stadsverwarming. Vanuit mijn initiatief in de Rosariumbuurt, waar ik me ben bezig gaan houden met duurzame energie. Vanaf 2013, zonnepanelen, isolatie, maar ook stadsverwarming, heb ik op dat gebied, dat laatste, een aantal experts uit Utrecht bij elkaar gebracht. Met het doel een manifest op te stellen over stadsverwarming. Vooral wat daar de problemen zijn, welke kansen er liggen. Maar het allerbelangrijkste is de inzet om burgers meer betrokken te laten zijn bij het belangrijke algemene goed van stadsverwarming. Onder het devies stadsverwarming is te belangrijk om aan Eneco over te laten. Saskia van Veen woont in een flat in de wijk Overvecht. Nou, toen ik hier kwam wonen, ik kwam via iemand anders aan deze flat. En die waarschuwde me al dat stadsverwarming heel duur was. Dus ik heb ook van begin af aan weinig gestookt. Eigenlijk heel weinig. Ik zit heel vaak mee. Zodra ik thuis kom, heb ik mijn vest aan en probeer ik me warm te kleden om te zorgen dat ik het niet koud krijg. Het vervelende van stadsverwarming is dat je geen invloed hebt op de kosten. Het maakt dus geen verschil of ik hem aan of uit heb. Ik krijg dus meer kosten. Terwijl als je gewoon centrale verwarming hebt, als je de knop niet aanzet, heb je ook geen kosten. Want er wordt niks verwarmd. En hier blijven de kosten doorlopen, ook al gebruik je hem niet. Ja, ik wil gaan verhuizen en als ik naar een nieuwe woning ga zoeken, dan is de grootste voorwaarde dat hij geen stadsverwarming heeft. Ook als je de stadsverwarming niet gebruikt, betaal je maandelijks veel geld. Zet je de radiatoren aan, dan kan de rekening nog verder oplopen. Martijn Bartlema
heeft daar iets op gevonden. Ja, ik heb één keer een hele nare ervaring gehad. Toen woonde ik hier nog samen met een vriend. Dat we meer dan, volgens mij ergens tussen 2.000 en 3.000 euro naheffing hebben gekregen aan het eind van het jaar. En vanaf dat moment zijn wij gestopt met gebruiken. De meters in die tijd waren heel erg onbetrouwbaar ook. En er was ook geen mogelijkheid om iets aan te doen. Je moest gewoon betalen. Ik heb ook geprobeerd te stoppen met de stadsverwarming. Dat is nooit gelukt. Soms werd in eerste instantie ja gezegd. Andere keren werd direct gezegd dat het niet kon. Maar uiteindelijk blijkt gewoon dat dat niet kan. Ik gebruik elektrische verwarming in alle ruimte. De rest staat uit. En dat staat het al 10 jaar. En daar betaal ik 100 euro per maand voor, ongeveer. En die 100 euro is dan voor de stroom voor die elektrische kachels? Ik betaal 100 euro maandelijkse lasten voor de stadsverwarming. Ongeacht of je ze wel of niet gebruikt. Bert de Vries, emeritus hoogleraar duurzaamheid en verbonden aan het Copernicus Instituut, ziet voor- en nadelen aan stadsverwarming. Nou, toen we dit huis kochten, zat er stadsverwarming op, met hele dikke grote buizen. Maar dan heb je toch weinig mogelijkheid om te doen wat je zelf moet doen als je zo'n huis duurzaam uit energieoogpunt wil maken. Dus wij hebben dat laten verwijderen. Vervolgens zijn we begonnen met overal isolatie aan te brengen. Dus hierboven zijn alle plafonds uit geweest. Daar zit nu 14 centimeter isolatiemateriaal en we hebben gekozen voor milieuvriendelijke materialen, met name hennep en vlas. We hebben ook beneden de zaak onder de vloer geïsoleerd met tonson. En verder zitten inmiddels overal dubbelglas ruiten in, met de op één na hoogste kwaliteit. Dus daar moet je altijd mee beginnen. Nou, hier zie je dus de zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Hier ligt ongeveer 2,5 kilowatt, waarmee we dit jaar, het was een goed jaar, zo'n 2200 kilowattuur opgewekt hebben. En we verbruiken zelf maar iets van 1100. Dus we zijn een belangrijke netto producent van elektriciteit hiermee. En hier zie je de twee zonnewarmte collectoren. Daarmee wordt dus water in een 90 liter watervat verwarmd. En dat gebruiken we voor douche en andere warm waterbehoeften. We zetten meestal van april tot oktober de ketel uit. En dan wordt dus de warmtevoorziening vrijwel helemaal gedaan met deze warmtecollectoren. In de winter heb je hier natuurlijk verhoudingsgewijs heel weinig opbrengst van. Dus dit zijn zeg maar onze energieaanbodmaatregelen. Voordelen van stadsverwarming zijn toch in belangrijke mate dat je restwarmte die anders weggegooid wordt bij de opwekking van de elektriciteit nu gebruikt in de gebouwde omgeving. En dat je, als je dat warmtedistributienet hebt liggen, je aan de kant van de producent van warmte de flexibiliteit hebt, bijvoorbeeld om over te gaan op duurzame bronnen zoals biomassa, in het streven om een lagere emissie te hebben van broeikasgassen. Nadelen zijn onder meer dat je dat hele net moet aanleggen en onderhouden. En de aanleg is behoorlijk kapitaalsintensief. En die doe je dus alleen maar voor de langere termijn. En dat geeft dus een zekere inflexibiliteit. Zelfs in die mate dat je bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken mensen misschien moet verplichten om op stadsverwarming over te gaan. En hun niet meer de keuze geeft om iets anders te doen. Want dan heb je te weinig warmtevraag per 100 of 1000 vierkante meter. En dat is dus een belangrijk nadeel, denk ik, waar we dus een weg uit moeten vinden in relatie tot allerlei andere opties om duurzamer te worden, zoals energiebesparing, zoals hernieuwbare bronnen, zon, wind, aardwarmte enzovoort. Als we hier in Utrecht een centrale krijgen die de warmte gaat produceren op basis van biomassa, dat we dan wel bezig zijn met stromingsbronnen, duurzame bronnen.
Maar als dat geen warmtekrachtsysteem is, dan is het eigenlijk geen restwarmte. Dan ben je gewoon bezig om warmte te produceren met biomassa tegen een waarschijnlijk vrij laag rendement. En dat zou dus jammer zijn. Dus als het gaat over de beslissingen voor Utrecht, wordt het toch een belangrijk punt hoe dan die warmtevoorziening er in de toekomst uit gaat zien.